Ik ben bereid actief met je relatie te steken door het eerste. Mooi, en ik verzeker je dat ik je niet zal teleurstellen. Dus doe het eerste. Koud. Oh, het is echt koud. Een hele goede morgen. En wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Het is de laatste dag hier in het Landolpark. En ik ga me even goed opwarmen. Want het is echt ijskoud. Maar ik ga weer even touwtjes springen. Vandaag 1300 sprongen. Dat wordt echt pittig. Maar ik ga het wel even doen. Want het hoort er gewoon bij. Jongens, dat was hem. Spring challenge. Ik kan niet meer verder. Ik ben nog niet eens halverwege. Maar ja, het is echt al genoeg, hè. Het is afgebroken. Ja, dat is wel een beetje jammer. Springtaal gebroken. Ach ja. Het was sowieso een beetje zwaar. Echt een beetje jammer, maar goed. Het was sowieso een beetje te zwaar vandaag, merkte ik. Ik had er heel veel moeite mee. Ik was echt nog niet eens halverwege. Ik denk dat ik 400 sprongen heb gemaakt vandaag. Nou, dat is voor mij gewoon best weinig vergeleken met de afgelopen dagen. Ja. Nou kan ik op zich nog wel verder zonder springtouw, dus dan moet je gewoon de sprongen alleen maken. Maar dan zonder springtouw, ja, dat ziet er een beetje raar uit, maar het zou kunnen. Phew. Dat is onze leuke klok. Het is alweer 11 uur, het is echt, gaat snel. Ik denk dat ik dat toch nog wel even ga doen, dat ik gewoon even de normale sprongen maak zonder springtouw. Ja, gaat een beetje raar zijn, maar dan kan ik dat ook gewoon hier. Het grasveld. Kijken hoe ver ik nog kom. Want, het is zwaar. Het is zwaar, mensen. Je schat het echt. Je onderschat het gewoon echt. Het is echt zwaar. Wat bord hebben ze hier ook veranderd? Ja, die is ook nieuw. Ook al zie je er helemaal niks van. Heftig. Nice. Wat een boomstammen. Hebben ze zoveel bos omgehakt. Zieke bomen weghalen, denk ik. Hier kan je een hele toffe foto van maken. Oh, dat ruikt zo lekker. Echt hout. Dennenboom. Scherp zonnetje.
een bordje. En nog een bordje. Twee bordjes. Die zijn we nog niet ingekomen vandaag. Oh. Wat een lekker weer, mensen. Jeetje. Staat ook precies hetzelfde. Juist. Geen flauw idee waar we heen moeten. Ik weet niet waar je naartoe wil lopen. Weet ik ook niet. Dat vind ik heel spannend. Ja, maar dat maakt het ook spannend als je niet weet waar je heen wil. Even kijken hoor. Jee! Het einde is in zicht. Over zijn de waterval. Oeh. Ik laat deze nu mijn eer bezig. Hé, hey, maar dat hek is dicht hoor. Daar hebben we de water voor. Maar hij is wel helemaal leeg. Het is wel een bekende waterval waar iedereen een selfie maakt, zoals nu. Is wel een beetje leeg. Er heeft hier echt wel water gestroomd. Dat is wel raar. Om dit zo te zien. Nou. Ja. Vorig jaar belandde daar mijn drone in. Precies ook in die plas daar, die eerste. Geen flauw idee. Maar het is in ieder geval nog helemaal in de aanbouw. Vlinderlaan. Daar moet nog wat gebouwd worden. Kampvuurplek. Oh, daar hebben ze wel leuk gedaan naar. En hier staan een paar huizen. Ja, het is nog niet bewoond. Je ruikt de nieuwigheid nog. Alles is nieuw, hè? Ik heb dezelfde bed als wandel. Ik kan niks zien. Woonkamertje. Een hoek zie ik. Damn. Keukeneiland. Echt netjes dit. Ik kan je wel vertoeven hoor. Ik denk dat het wel dat dit vakantiehuizen zijn. Ja, het huur wordt gesteld. Ja. Ik heb wel een eigenaar krijgt, maar. Yes! Lekker warm. Het koelde nou af buiten. En 2:30. We zijn toch om 12:00 gaan lopen? Iets voor 12:00 zelfs. Jij zei op een gegeven moment dat het net 12:00 was.
Dus iets voor 12 zijn we gaan lopen. Dus we hebben echt best wel een stuk gelopen. Een musje. Ja. Staat hij nu al aan? Ja. Top. Zo nou even aangezet. Goed bezig, even het water. Ja, ik ga de camera in de oplader gooien, want hij is echt leeg. Ik ga zo meteen lekker de sauna in. Ik denk dat Richard daarna erin gaat. Maar eerst even lekker een kopje thee. Zo. Oh ja, we hebben trouwens 9,3 kilometer gelopen. Voor de mensen die het interesseren. 9,3 kilometer. Dat hebben we weer goed gedaan, hè. Goed. Ik vergeet helemaal te vloggen, want ik zit heel erg in mijn schilderij. Maar goed, het is inmiddels een beetje donker aan het worden, dus ik ga even de lampjes aan doen. Oeps. En even kijken hoor. Nog een lampje. Yes, dat is de goeie. Het is inmiddels 4:30 bijna. Deze klok vind ik zo leuk, hè. Daarom laat ik hem ook iedere keer zien. Want ik vind hem zo leuk. Er komen ook echt vogelgeluidjes uit. Dus af en toe lijkt het net of je een vogel in huis hebt. Ik ga zo meteen de keuken in. Zometeen. Ik ga nog heel even verven. En dan gaan we... Dit is spaghetti maken. Lekker. Ik zin in. Ook gaan we vanavond aan de borrel. Richard heeft vanmorgen weer 2 nieuwe kruikjes gehaald. Dus we hebben deze nog. Deze. En dan ook nog deze. Dus dat wordt, gezellig. Gezellig. Maar eerst ga ik nog even lekker verder schilderen. Ik zit er helemaal in, mensen. Het is echt zo leuk om te doen. Ik ben nu hier lekker bezig. Dus ik laat zo meteen weer zien als het weer een beetje wat verder is. Zo. Ondertussen aan het koken. Water aan het koken. Gehakt aan het bakken. Ik heb hier nog wat courgettes van gisteren over, van het Comette. Dat ga ik gewoon een stukje snijden en dat gooi ik gewoon bij deze groentes. Want dat is gewoon zonde om weg te gooien natuurlijk. Dus dat ga ik even nu doen. Dag vrienden. Spaghetti! Er is iemand weer op de wereld gekomen.